Hey lieve kinderen, Rico Vroeg hier. Door die stomme coronasituatie kunnen we natuurlijk niet alle leuke dingen doen die we normaal eigenlijk allemaal doen. Lekker buiten spelen, noem het maar op. Dus daarom heb ik 5 oefeningen voor jullie bedacht om in 10 minuutjes lekker weer fit bezig te zijn. Te trainen, te sporten en vooral te genieten. Dus veel plezier, let's do this! Oké, oefening nummer 1 is natuurlijk een beetje een kickbox oefening en dat is rechte stoten. Dus wat je gaat doen, is je maakt een spreidstand, benen uit elkaar, handen omhoog, want je wil natuurlijk niet geraakt worden. Dus je dekking zit hoog en we gaan rechte stoten maken. Stappen en stoten. Stappen en stoten. Hou vast. Kom op, kom op. Kom op jongens, het is zwaar, maar jullie moeten door. Kom op, hou vol, hou vol. Ja, goed zo. Super. Oefening 1 was echt een conditieoefening, dus je hartslag gaat flink omhoog. Oefening nummer 2 is wat rustiger, is meer een krachtoefening en dat is balanceren op één been. Dus ga je op één been staan, je knie naar voren, zoek je balans, blijven staan. Vind je het lastig, doe je handen een beetje uit elkaar, is het net wat makkelijker, gaat dat goed. Doe je handen wat dichter bij elkaar. Ja, en dan gaan we wisselen. Hetzelfde, lastig, handen uit elkaar. Handen bij elkaar. Ja, top. Ja, dat is oefening nummer 2. En daar gaan we. Oh, blijf staan. Goed zo. Kom op jongens, blijf. Oh, blijf staan hè, blijf staan. En wisselen. Super, super goed. En wissel. Oké, oefening 2 zit er ook al op. Super goed jongens, jullie gaan top. Volgende oefening is weer een krachtoefening en deze is voor de benen. En die heet squats. Ja? Squats, ga je wat wijder staan, tenen wijzen naar voren, handen langs je lichaam. Op het moment dat je zakt met je billen, gooi je je handen naar voren. Hup, en terug. Dus je gaat zitten alsof je op je stoel gaat zitten eigenlijk. Dus handen naar voren en zitten. Omhoog. Handen naar voren en zitten. Ja, let op. Handen naar voren en zitten. Dus niet je knieën voorbij je tenen. Nee. Handen naar voren, billen naar achter en zitten. Zijn we er klaar voor? En daar gaat het. Mm-hmm.
spieroefening krijg je echt last van je benen. Maar we mogen nooit stoppen. Dus we gaan gewoon door, want de tijd is al bijna voorbij. Kom op. Wel zakken, hè? Goed doorzakken. Helemaal naar beneden. Oefening 3 ging ook weer super goed. En die is voor de benen. Dus nu zijn we echt lekker warm. Oefening nummer 4. Die weet ik zeker. Die kent iedereen. Let op. Oké, geintje. Nee. We gaan niet dansen. We gaan kikkeren. Ja? Kikkeren? Zijn we kikkers? Nee, maar we kunnen het wel. Dus wat we gaan doen, is we zakken helemaal door onze benen. Je helemaal op je hurken zit. Je leunt niet op je benen. Handen omhoog, net zoals bij de eerste, in je dekking. En dan gaat hij. Hop, 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 hop. Juist. Ja, die hebben we wel, hè? Oké, allemaal zakken. En daar gaat hij. Oké, jongens, we komen net uit die squat. En we gaan nu kikkeren, hè? Dus dat is zwaar voor die benen. Hou vol. En als het echt heel goed gaat, mag je rondjes draaien. Maar we gaan niet stoppen. Oefening 4 was natuurlijk weer een krachtoefening. Boom, we zijn helemaal gespannen. Hartstikke goed. Maar we eindigen natuurlijk net zo hard als dat we begonnen. En dat is met een conditieoefening. Wat we gaan doen is jumping jacks. Nou, hoe zien die eruit? Voeten tegen elkaar, benen langs elkaar, armen langs je lichaam. En we springen uit elkaar met onze handen omhoog. En weer terug. En springen. En weer terug. En springen. En weer terug. En dat dan achter elkaar door. Dat ziet er zo uit. Yes. Oké, zijn jullie er klaar voor? Voeten tegen elkaar, handen langs je lichaam. En dan gaat het. Laatste oefening, jongens. Het is zwaar, maar we stoppen niet. Nou, ik zweet ervan, jongens. Super goed gedaan. Echt top. Trots op jullie. Maar het moet natuurlijk niet bij één keer blijven. Zorg dat je lekker blijft bewegen, springen, rennen en vooral geniet ervan.